Hi, ik ben Tom Lassing. 8 augustus is het vandaag en 8 augustus is kleiballendag. En wat zijn kleiballen? Nou, dat zijn eigenlijk ballen die van klei zijn gemaakt. Nou, en in koper. Maar die dan eigenlijk verrijkt zijn met EM. En dat zijn micro-organismen. En dat zijn hele effectieve micro-organismen, waardoor ze het EM hebben genoemd. En heb ik 6 weken geleden heb ik de kleiballen gemaakt. En die hebben in de week gelegen. En dan ga ik ze nu openmaken. En dat is altijd weer de vraag van, ja, wat tref je dan aan? Nou, we gaan het zien. Ik ga je dat laten zien. Dan zijn we hier. En dan gaan we eens eventjes deze emmer openmaken. En kijken wat daaruit komt. Nou, dat ziet er gewoon heel mooi uit. Dat zijn hele mooie ballen. Ze ruiken ook goed. Dus het ziet er goed uit. Nou, ik heb net een andere emmer al opengemaakt. Daar lag de deksel al van naast. En dan gaan we eventjes naar de zwemvijver. En dan zien we er hier een liggen. En die ligt al in de stroming. En die heb ik gewoon ingegooid. En in de loop van de weken zal dat gaan vergaan. En eigenlijk gaan die ballen dat een jaar lang volhouden. Ze gaan eigenlijk verdwijnen. Dan, zodra ze eigenlijk verdwenen zijn, zijn die kleiextracten niet verdwenen. Die blijven in de vijver. En die zijn eigenlijk goed voor het water, voor de waterkwaliteit. Tegen de alggroei. En eigenlijk kan het dan een jaar mee. Nou is het alleen zo, ik heb eigenlijk te weinig kleiballen voor de hoeveelheid water in mijn vijver. En ik hou dat wat dat betreft vrij beperkt. Maar ik vul iedere week mijn vijver aan met wat EM-vocht. Een halve liter gaat er per week zeker in. En daarmee hou ik de vijver eigenlijk heel het jaar op niveau. En dat het goed qua pH-waarde en de andere waarden die van belang zijn. Dus mijn vijver is altijd kraak en kraakhelder. Nou, ik ga er eventjes naartoe om je dat te laten zien. En dan ga ik je zo meteen eventjes naar beneden laten kijken. De vijver is 1,4 meter diep. Ik ga je eventjes laten. Nou, ik sta hier boven de vijver, je ziet me. En 1,40 meter. En je ziet, dit is kraak en kraakhelder. En je ziet de bodem. En daar zie je nog rechtsbovenin nog een kleibal in het plantenfilter liggen. Nou, dat is het wat dat betreft. 8 augustus is ieder jaar weer opnieuw. 6 weken daarvoor begin je eigenlijk te maken, die ballen. Die moeten dan rijpen. Ik heb daar op de website www.perma-cultuur.nl heb ik daar een pagina over staan. En als je er dit jaar niet naartoe gekomen bent, nou, wie weet volgend jaar. Het werkt in ieder geval fantastisch. Wat dat betreft doe ik dat ieder jaar heel trouw. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.